Test. Ja, hij doet het. Nu ben ik sowieso mijn beelden van gisteren kwijt. Jongens, mijn camera was toch een tijdje geleden stuk. Toen heb ik deze gekocht. Oh my god, dit is zo raar. Om weer wat anders te filmen. Dit is dus de camera waar ik mee begon om te vloggen, zowat. Die heb ik dus opnieuw gekocht voor 250 euro, zodat ik weer kon vloggen. Nou, die is dus weer nodig. Want als je mijn vorige vlog hebt gezien, heb je het waarschijnlijk gehoord en gezien. Helemaal ruis. Maar ja, ik ga nu mijn eerste EMDR-sessie doen. Dus ik wil wel echt vloggen daarna. Het zijn mijn wenkbrauwen. Ik moet opschieten, want ik sta met buikpijn op de wc. Ik ga nu naar EMDR. Ik spreek jullie zo. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Alright, ik ben er binnen een kwartiertje te laat. Ik krijg super erge buikpijn ineens. Voor het eten van gisteren in combinatie met... Oh, ik heb een stapbudget toegewezen gekregen trouwens. Maar oké, ik spreek jullie zo. Ik heb net mijn EMDR gehad, maar ik zou niet weten wat ik moet vertellen. Wat erg. Normaal klets ik het. Heel interessant. Als je dus wil weten waarom ik het had, moet je even twee vlogs terugkijken. Het staat ook in de titel. Ik ben nu helemaal moe. Hoe is je allemaal bij? Het was er anderhalf uur. Het was gewoon heel interessant. Het ging uiteindelijk helemaal los van dat gewicht. En de conclusie was eigenlijk een beetje dat ik gewoon heel erg streng voor mezelf ben. En dat ik heb het gekoppeld aan gewicht. Uiterlijk, maar eigenlijk zit het veel breder. Maar ik ben zo bezig met alles, zo bewust van alles. Ik dacht altijd, oh, doe ik het wel goed? Gaat het met mij wel werken? Een soort streng iets in mijn hoofd wat een soort de overhand neemt. En de conclusie was eigenlijk, ga wat meer naar je gevoel. Je bent een gevoelsmens, ga wat meer in je gevoel luisteren in plaats van naar je hoofd. Die de hele tijd inderdaad maar doorgaat wat niet erg is. Maar dus ook een soort streng is op een gegeven moment. Nou ja, het is heel persoonlijk, maar ook, ik kan het niet echt uitleggen. Op een gegeven moment kwamen er ook tranen en kwam er een woord in me op. En nou, het was heel interessant, maar ik denk zeker, we hebben over 2 weken weer. Grote kans dat we het dan weer gaan doen. We gaan dan sowieso kijken hoe het gevoel is. Want ik kon ook niet echt uitleggen van oké, het zit bij een 10, de emotie. Ik zei ja, de emotie, het is gewoon, het speelt altijd, dus het is een 10. En toen, en nu zei ik ja, ik kan eigenlijk alleen 0 zeggen. Het is niet dat het gevoel 0 is, maar ik kan ergens aan denken nu. Het is gewoon leeg. En de volgende, ja, het is heel vaag dit. Maar de volgende keer... Ik snap nu echt zo erg dat mensen die het gedaan hebben het niet aan me uit konden leggen. Volgende keer kijken hoe het gevoel dan is. Maar het ging ook heel snel, zei ze. Het gaat sneller dan normaal bij mij. Het gaat allemaal super snel. Zij vindt het ook interessant, merk ik. Er zit gewoon een soort van prestatiedrang. En dat uit zich ook in dat uiterlijk. En, nou, het is wat ik niet had verwacht. Ik dacht, we gaan echt terug naar het gevoel van hoe voelt het voor jou... Dat je als kind werd weggestuurd bij een shoot omdat jij de kleren niet paste. En daar zat het gevoel niet. Het kwam heel snel al neer op dat het goed moeten doen. Maar ja, dan denk je, dat hebben zoveel mensen. Nee. Dit is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Ik heb helemaal lekker rode koontjes. Het ging heel erg naar je lichaam ook. Hier zat toen een soort pijn. Toen hier, toen hier, toen hier. En toen was het weg. Nou ja, het is super interessant. Ik denk dat je er niet echt veel over kan zeggen over je eigen EMDR-sessie. Het is niet zomaar een beetje praten wat je doet. In ieder geval tikjes in je oren, tikjes op je knieën. Ik denk, al werkt het niet. Tenminste, ik ga ervan uit dat het werkt. Bij mij ook, maar ik denk al werkt het niet. Ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn om een keer EMDR te doen. Want ik dacht echt, ik doe het fout en ik weet niet of ik het wel goed doe. En zit ik wel bij het juiste gevoel en... Wat ze al zei eerder, het gaat ook voor baby's, kan je dit doen. Je kan het niet fout doen. Ik denk dat ieder mens moet zichzelf een keer EMDR gunnen. Het is zo interessant. En ik zat daar ook alleen maar ondertussen, ik zat er zelf, want ondertussen zat ik alleen maar vanaf bovenaf een soort van mee te kijken van wat is het eigenlijk interessant, EMDR. Dus oh, mijn hersenen gaan altijd maar door. Haha. Maar zoals mijn zorgverzekering, die dekt volgens mij 3 keer 40 euro of zo. Als je dat ook hebt, zou ik echt zeggen, ga ook een keer EMDR doen. Je moet natuurlijk wel iets hebben waarvoor je erheen wil, maar... Je kan dus de hele week helemaal kapot zijn. Je kan dan 1 sessie genoeg hebben, je kan 5 sessies nodig hebben. Maar je gaat echt moe zijn nu. Ik moet ook gaan bijhouden hoe ik me voel, wat ik ervaar. En helemaal koud ook ineens. Weet je wat interessant zeg. Heel interessant. Ook hoe er dan ineens zo'n woord in me opkwam. Ik dacht de hele tijd... Ze zei van op een gegeven moment ga ik je vragen of er een woord in je opkomt. En ik dacht toen ze dat zei, nou ik ga dat woord niet in me opkomen. Ik denk de hele tijd bij alles, oh dat gaat van mij niet gebeuren. Zet je voeten goed, voel de aarde. Toen dacht ik, ja ik voel dat niet. Ik ben heel erg de hele tijd van, nou bij mij is dat niet zo of zo. Heel raar. Maar toen kwam er dus een woord in me op toen ze het niet eens vroeg. En toen kwamen er tranen.
ik moest aan een symbool denken en ik ben vrij. En toen dacht ik aan champagne en vuurwerk. Nou, het klinkt zo vaag. Ik kan het niet uitleggen. Ik wou het met jullie delen in ieder geval voor de eerlijkheid en transparantie in de vlog. Maar ja, we gaan het zien, hè. Over 2 weken weer. We gaan zien of ik... Jullie zullen het ook wel merken. Want het is ook door comments in de vlog dat mensen zeiden, doe niet zo streng. Dus dat is wel grappig. We gaan zien of ik minder streng word. Maar het doel was natuurlijk het beeld rondom uiterlijk. Wat boeit het of je broek niet mooi zit? Of je bent aangekomen? Wat boeit het getal op de weegschaal? Wat maakt het allemaal uit? Dat was eigenlijk een beetje het doel. Maakt het uit of je een onderkin hebt vandaag niet en morgen weer wel. Laat het lekker los. Maar dat zit dus dieper en breder, had ik eigenlijk kunnen weten natuurlijk. Bijna altijd komen dingen vanuit iets breders. Maar therapeut en ik hadden het allebei niet per se zien aankomen. Dus wat een interessante baan heeft zij ook. Ik zou het ook wel willen hoor. Oh jongens. Ik heb vanochtend bericht gehad dat mijn stap opleiding budget is goedgekeurd. Dus vanaf 30 maart bijna ga ik CIVAS opleiding kindercoach doen. Het is gewoon een thuisstudie. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik kan er niet heel veel over vertellen. Want er staat een klein stukje tekst op die website die ik heb gelezen. Ik dacht eigenlijk gewoon, ja, let's do it. Het was de duurste volgens mij die ik kon kiezen. Ik dacht, nou, ik kies lekker de duurste. Het is gewoon een thuisstudie. Het duurt een jaar. Maar ik denk dat ik hem wel sneller zou kunnen afronden. Volgens mij is het vergeleken met de PABO echt een piece of cake. Je moet wel HBO hebben en je zou een kindercoachpraktijk kunnen starten hiermee. Ik weet niet of ik dat meteen wil, maar natuurlijk beneden bij het kantoor zou dat wel fantastisch zijn. Ik zou zo die ruimte leeg kunnen maken en er een vet mooie praktijkruimte van kunnen maken. Ik weet niet of ik een eigen praktijk wil. Maar ik wil in ieder geval die studie doen. En ja, ik kijk wel even wat ik ernaast verder ga doen qua inkomstenbron. Maar ik voel dat ik dat nu wil doen, dus dat ga ik nu doen. En ik ben ook... Dat zou ik zeggen, je bent super erg gevoelsmens als het over dit soort dingen gaat. Ik voel altijd mijn gevoel, ik doe wat op dat moment goed voelt. Maar het is ook een soort van rationeel iets wat de overhand neemt. Nou, lekker vaag. Doei. Oké, ik heb echt goed gesport, maar ik merkte dat ik echt trek had. Dus hebben onze sportschool een beetje vernieuwd. Dus hebben nu die apparaten met allemaal body- en fitrepen. Dus ik heb eventjes een beetje gegoogeld waar dan niet koolhydraten in zitten. Dus ik had zo'n vegan reep genomen. 9 gram koolhydraten en 100 gram, helemaal niet veel. Ik neem trouwens in mijn shakes ochtends wel koolhydraten, maar het is nu al 2:30, dus ik voelde echt voor die krachttraining van oei. Maar ik dacht zeg maar voor die EMDR wilde ik wel gewoon die shake nemen, dat ik pas had gegeten in die zin. Maar eigenlijk na de krachttraining weer, maar ik eet natuurlijk 3 keer op een dag. Maar toen dacht ik ja, laat dat gewoon los, want je wil nu wel even iets. En het was wel een goed bodempje. Dus nu ga ik meteen even mijn nagels doen, ook al is het echt al 2:15. Ik wil eigenlijk niet meer zeg maar in die Chinese salons, omdat ik steeds gewoon niet zo tevreden ben en iedereen zegt ik ga er niet meer heen. Ik wil het liefst Biap, alleen dan moet je gewoon van tevoren afspraken bij mensen inplannen en dat is niet mijn stijl. Dus heel misschien wil ik toch zelf Biap gaan doen, vooral nu ik thuis ben en er op zich wel tijd voor heb. En uiteindelijk naar een salon gaan kost ook veel tijd en geld, maar ik ben vaak te ongeduldig. Maar dat gel eraf halen en dingen, dat vind ik allemaal zoveel gedoe. Maar ik ga nu dus weer naar Lady Fancy Nails. Ik zag dat het deze 22 februari gezet zijn, dus voor een maand vind ik het nog meevallen. Hoe het bij de aanzet zit. Alleen ze zijn allemaal echt lelijk, zeg maar, gechipt. Daarom heb ik ze rondgeveld. Omdat er chipjes in kwamen. Deze heb ik net vanochtend maar afgeknipt. Want die was ook gescheurd. Dat heb ik normaal nooit. Maar ik geef het nog even 1 keer een kans. Want anders moet ik het nu alsnog naar een nagelsalon gaan om het eraf te laten halen. Daar heb ik ook niet echt heel veel zin in. Dus ik dacht, ja, ik kan even een rat eraf laten halen. Maar dan heb ik nog geen andere optie. Dus ik ga het nog wel even een keertje op. Waarschijnlijk zegt ze dat ik een nieuwe set moet. Met de vorige keer al gehad. Je wil eigenlijk gewoon Biap en dan gewoon lekker zo'n heel klein nagelrandje die uitsteekt. Gewoon lekker girly, natuurlijk. Niet op neppen. Dat is niet zo my style. Ik heb vandaag armen, rug, billen getraind. En dat ging wel lekker. De vraag is nu, where am I going to park my car? Het schilferen valt trouwens reuze mee, hè, van mijn brows. Nou, ik stop mezelf met dit soort beelden en altijd een beetje saai. Goodbye. Nou, in het teken van we gaan een opleiding doen. Dus voorlopig hebben we nog steeds geen vaste baan, dacht ik. Ik ga lekker 4 uur de stad lopen. Het is letterlijk bijna 5 uur, hè? Ik had me eigenlijk voorgenomen om niet naar de stad te gaan. Toen ging ik dus mijn nagels doen. Toen zag ik winkels. Ik ben alleen maar in de Flying Tiger geweest. Hema. TK Maxx. Dat is het. En mijn nagels. Oh, ik heb het echt... Een beetje spijt van mijn kleur. Ik dacht, ik wilde eigenlijk iets heel moois, een soort van curl en zo. Maar dat kostte €25 extra. Toen dacht ik, nou doe even normaal. En ik wilde niet weer zo'n kleur wat ik altijd doe. Een beetje paars, roze, blauw. En ik wilde ook niet iets donkers, zodat ik ga voor licht. Het is goed. Ja. Ik heb
natuurlijk niet die mooie camera die meteen scherp stelt, helaas. Nee, we moeten de camera laten repareren. Nou, oké. This is the color. Maar het schijnt dus door, dus zit je nagel niet meer. Dat is wel lelijk. Het is net alsof ik niks op mijn nagels heb. Gewoon voor niks mijn nagels gedaan. Nou ja, anders ziet het er onverzorgd uit, maar... Ik moet er maar een lakje overheen doen of zo. Dus ik heb wat dingetjes gekocht. Ik heb me wel echt ingehouden. Maar sinds ik gewoon vrij ben, vind ik het heerlijk om door de stad te lopen. En gewoon in alle rust. Gewoon echt gewoon 10 minuten na te denken van ga ik dit kopen. En lekker woon ik een kei in mijn oor heerlijk. Maar ik kom alsnog wel zo gehaast. Weet je wel. Oké, ik koop het wel gewoon. Dan spreek ik nu gewoon rustig schoenen passen bij TK Maxx. Lekker rustig eventjes 1000 glazen naast elkaar zetten. En kijken of je ze wil hebben. En dan afwegingen maken, want je mag er niet te veel. Nou, dat. Ik heb dus schoenen voor 20. Ik hou nooit heel erg, moet ik eerlijk zeggen, van... Ik heb er nooit zo erg van gehouden van dit soort schoenen. Maar ineens dacht ik heb dit nodig in mijn leven, want ik mis laarsjes. Gewoon simpele, chille laarsjes. En ze waren letterlijk 20 euro. Van 50 voor 20, zeg maar, de TK Maxx prijs. Dus ik weet niet wat de echte winkelprijs dan was. Dat vond ik wel leuk, dus zit wel chill. Soms eigenlijk vooral nog een flarebroek, dan heb ik gewoon... Dan mis ik schoenen. En ik had twee van die hele chille laarsjes. Al jaren, maar die zijn nu echt wel een beetje op. Ze zitten ook niet meer lekker uit. Ze zien er niet meer mooi uit. Dus ik had een beetje andere laarsjes nodig. Dus ik vind het wel heel chill. Dus hier ben ik wel blij mee. Er staat MT op dat format. Ik heb geen idee welke merk het is. Maar bij TK Maxx kan het ook zomaar gewoon Stradivarius of zo. Nu ben ik dus wel helemaal kapot. Want ik heb en één deur gehad en hele zware krachttraining. En daar nog geen schoen rustig genomen vandaag. Maar ja, that's me. Ik ging eigenlijk een beetje kijken voor april. Dat was altijd de maand dat alleen ik jarig was. En sinds ik heel ken, hebben we gewoon bijna elk weekend. 4 weekenden in april op verjaardag. Ik mis nu echt dat ik nu geen leuk kleurtje op vandaag wil zien. Maar goed, dat weten we ook weer. Ik kon gewoon niet kiezen. Ze hebben zo weinig keuze daar. Ze hebben het wel netjes gedaan trouwens. Van Lady Fancy Nails, doet ze meer. Maar ze hebben gewoon niet zoveel keuze en ik wil een keer wat anders. Oh ja, die verjaardagen. Dus ik dacht, ik ga even kijken voor Yara. Dus dat lieve meisje, daar heb ik ook foto's mee op Insta, die ook in mijn vlog zit, van 3. Haar verjaardag komt eraan, dan komt de verjaardag van haar moeder van Heel. Dan komt de verjaardag van niemand. En dan komt de verjaardag van de tante van Heel. Dan komt laatst in april mijn verjaardag en die van de dochter van Heel. En Koningsdag, het wordt echt super druk. Maar ik heb wel wat leuke dingetjes gekocht voor Yara. Ook wel iets voor de moeder van Heel. Bloes. Ik ben nu zo moe. Ik heb nu zin om in de auto te laten zien. Kijk, dit zijn de shoes. 20 euro's. Het is gewoon, het is niet lelijk of zo. Het is gewoon alsof je niks hebt, een beetje. Ja, een lichtroze lakje. Vast mensen die dit mooier vinden dan dat drukke, maar het is niet echt mij. Het is niet echt Charlotte dit. Maar goed. Ik ga even met de brows. Ze zijn flaky, maar ik vraag me af wanneer de rest gaat flaken. Daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Zie je het? Dit moet nog flaken, dit moet nog flaken, dit moet nog flaken. Maar het flakt niet, dit nog. Dan moet dit ook allemaal nog flaken. Volgens mij is dit het enige waar de flake eraf is. En hier. En hier, dat zijn volgens mij de geheelde stukjes al. En dit zijn hele erge pigmentvlekken. Wow. Waar bronzing drops op zitten of zo. Ja, dit ook. Kort oud, hè? Ouderdoms. Nee, het zijn pigmentvlekken. Doei. Hey, dikke man. Dikke witte fluffy, zachte kitten. Hi. Heb je lekker gekat beneden? Ja, ik rook het. Ik doe nu Monica en Kai weg. Nu is het al klaar. Schattig, waarom ik je op de camera op doe, ga je ook doen alsof ik je martel weg wil. Oh, nu gaat ze liggen. Je bent zo lief. Ik ben er weer na, komt ook bijna. Oh my god, H is letterlijk al klaar met werken. Het is gewoon 4:15. Charlotte, ik ga gewoon nu al koken eigenlijk. Waarom ben ik zo? Waar zijn mijn oortjescase dingy? Waar is mijn oortje überhaupt? Hoezie, waar is mijn oortje? Ik ben nu één oortje kwijt. Ik heb geen bijvraag gekregen van deze bar. Er zat soja in. Ik had deze dus. Hij was niet lekker ofzo. Is niet voor jou. Kitten. Kitten. Poesie. Poesie. Waarom koop ik eigenlijk altijd cadeaupapier? En uiteindelijk als iemand jarig is, heb ik nooit tijd om het cadeau in te pakken. En dan doe ik het gewoon in zakjes. Doe maar schattig. Maar schattig. Eigenlijk moet je nu meteen je oortjes zoeken, anders ben je hem daar nog van kwijt. Maar hij moet
ik heb hem. Vandaag is maandag mijn vlog geüpload. Ik dacht, het is een leuke dag. Maar ik heb het gevoel dat de views wel een beetje slecht zijn daardoor. Niemand gaat maandag 7 uur 's ochtends een vlog kijken, denk ik. Niemand gaat in op die EMDR of zo. Ik had echt reacties erover verwacht. Oké. Heel moe, dus ik ga zo even stoppen met vloggen. Maar ik heb dit tasje in plaats van een plastic tas gekozen. En ik dacht, het is heel leuk voor mijn schoonmoeder. Dus het kaartje zit er ook nog aan. Ik heb wel heel mooi... Oh, ik mis nu mijn goede camera. Waarom roze papier? Ja, aangezien heel veel verjaardagen aankomen. Dit is TK Maxx. Dit was 3 euro en ik vond het gewoon leuk. Zo'n lekker simpel bordspelletje. We hebben nu spelletjes hier achter in de kast. Dus we beginnen eindelijk echt zo'n leuke spelletjeskast te krijgen. Want beneden pakte het niet snel genoeg. Nog zo'n leuk stickerboek voor Yara. Dit is wat makkelijker. Die andere was... Ja. Dit is gewoon een leuk soort van wereld. En daar kan je dan... Random. Je doet het niet echt goed of fout. Het is nooit echt goed of fout, maar ik bedoel, je kan echt letterlijk plakken wat je wil. Superleuk. Ik verzamel volgens mij kaartjes. Ik stuur ze bijna nooit, maar het is gewoon echt mijn lievelingsding om te doen. Leuke kaartjes verzamelen. Dus dat doe ik. Ik heb beneden heel veel kaarten. Misschien begin ik ooit wel een winkel met vintage kaarten, weet je. Over 20 jaar is deze kaart vintage. En dan vraag ik er gewoon lekker 5 euro voor. Ik vind kaartjes heel erg leuk. Dit vind ik ook super leuk van die, bij kerst en zo doe ik dat wel. Om te zeggen wie waar zit aan tafel, maar dan super slim gewoon tussen je vork. Heel simpel, het zijn letterlijk waarschijnlijk gewoon post-its of zo. Maar ik vond het wel echt heel cute en het was 1 euro. Niet dat er heel vaak mensen hier eten, maar het is toch leuk bedacht. Oké, ja, het is heel simpel, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. I love it, ook geweldig voor een baby shower bijvoorbeeld, met die kleurtjes. Sokjes die ik heel leuk vond en heel zacht met wolkjes. De Flying Tiger moet je eigenlijk gewoon nooit heen gaan, want het is te leuk. Deze vond ik fantastisch voor mijn schoonmoeder. Die houdt lekker van tuinieren, ze hebben ook een moestuin. En dan echt van die tuinhandschoenen met van dat spul. Helemaal vrolijk. Ik weet nooit wat ik haar moet geven, dus ik dacht nu oké, ik doe het. Deze hebben ze altijd, volgens mij van die roze glitterlijm. Kijk, nu moet ik weer mijn hand erachter doen, maar mijn andere camera hoeft dat niet. Dit is voor Yara. Hoe zie je niet aan alles likken? Want dat zijn cadeautjes. Deze wilde ik al 4 keer... Poesie. Je bent zo stout. Deze wilde ik al 4 keer kopen. Elke dag dacht ik, je hebt het niet nodig. En nu was ik weer verliefd. En dacht ik, nu mag je hem. Deze plantenspuit. Dat staat gewoon ook prachtig. Ik denk alleen altijd, het is toch heel weinig. Maar een beetje nevelen. Zo gorgeous. Ik denk dat als je deze vlog ziet, ze hem niet meer hebben. Want hij zit al heel lang in de collectie. Ze hadden geweldige zonnebrillen. Dus ik heb voor Yara deze. Want die had op Wintersport ook van die leuke gekke brillen op. Voor mezelf heb ik... Oh, geweldig. Ze hadden ook zonnebrilkoortjes die ik heel leuk vond. Dus ik heb er een met parels. Dat Wintersport miste ik dat wel een beetje. In mijn webshop had ik het wel ook altijd. Maar... Een hartje is bril die niet heel groot is, maar hij is wel breed. Dus ik vond hem wel tof. Ja, ik vind hem leuk. Die brillen zijn echt zoveel duurder dan ze eerst waren. En voor Yara heb ik dan ook een brillenkoord. Zo schattig. Ik wou eerst voor mezelf, maar ik vond hem echt net iets te kinderlijk. Dus dan voor Yara. Hoe leuk, aangezien de zomer er ook aankomt. En voor mezelf nog dit met verzikjes. Mega, mega leuk. Ook echt fancy, vind ik. En ik heb nog een bril voor mezelf. Die ronde zwarte van Wintersport. Dat is ook van Flying Tiger. Die hadden ze nu ook. Maar ik heb nog deze. Helemaal leuk. Ik had ook hele gekke, maar die heb ik kunnen weerstaan. En dan heb ik nog een paar sokken voor mezelf die gewoon heel erg schattig zijn. Deze ook voor Yara. Die vond ik gewoon, het is wel een Pasen thema, maar zo'n pen met waar allemaal verschillende kleuren uiteindelijk uitkomen. Ik vond dit gewoon heel mooi. Soort 3, dus best wel jong, maar toch. En voor als we een keer weer naar het strand gaan. Ik twijfel of ik het ging kopen, want het is best wel groot en je gebruikt het bijna nooit, maar... Ik vond het zo leuk voor in de coolbox of een picknicktas. Weet je wel, als je weer naar het bos gaat, naar het strand. Op de camping gewoon 4 hele schattige plastic borden. In hele leuke pastelkleurtjes. Ik dacht er ook een roze bij zat. Oh, ik ben opgelicht. Mijn pakket is opengemaakt door iemand. Waarom heb ik deze gepakt? Of ben ik nou blind? Is het wel roze? Ja, oké, het is wel roze en paars. Meteen judge, hè? Ze lijken hetzelfde. Maar lila roze, lichtgroen. Te cute. Maar ik ben eigenlijk heel blij met mijn aankoop. Poesie is ook weer blij. Ik denk dat het cadeautjes voor haar zijn. Hier twijfel ik heel erg over. Want hij is 20 euro en kinderachtig. En ik ben best wel gestopt met kinderachtige dingen kopen, vind ik. Ja, ik ben er wel echt in geminderd. Maar deze vond ik ergens ook zo'n soort style hebben. Dat... Soms heeft Chantal Jans of zo bijvoorbeeld ook van die soort dingen dat je denkt... Het is kinderlijk, maar geweldig. En dat had ik ook met dit karaf. Kijk nou hoe leuk.
Zo helemaal bubbly met dan flamingo's en palmboompjes. Heel mooi stevig. Het is van Avec Toi. En ik vond het echt mij. Zeg maar, voor ik ging samenwonen had ik natuurlijk allemaal roze, curly, bubbly dingen. En ik probeer iets meer naar een serieuzere stijl te gaan. Zoals bijvoorbeeld mooi glas en goud. Dat vind ik ook heel mooi. Maar dit vind ik ook nog wel steeds heel leuk. Dus die. En twee glazen. En ik ben ook gestopt met je moet van alles 4, 6 of 8 glazen hebben. Want ik vind het eigenlijk leuk als je wat meer verschillende glazen hebt. Maar ik probeer er dan wel 2 van dezelfde te doen. Dus als je met iemand bent. En ik twijfel dat ik vond het weer heel erg mij en niet volwassen in een huis met een man ook. Maar haar is altijd super makkelijk. Dus ik heb hem toch gekocht. Die had hem ook in glas, dus zonder onderkantje. Maar ik vond deze toch iets bijzonderder. Dan heb ik er 2 van, een beetje mermaid. Ik vond het zo leuk voor die kast. Dus ik dacht, ik heb echt wel heel erg getwijfeld. En ik wil niet meer zomaar impulsief dingen kopen. Ik heb ook heel veel glazen laten liggen. Voor nog 1. En het allerlaatste wat ik heb is Sloggy BH. Dat ik hem eigenlijk best groot vond, dacht ik. Die L is trouwens echt te groot. Die M zit nog vrij wijd. Dus ik dacht, ik koop ook een S. En nu hadden ze er nog maar 1. Ik heb het idee dat die lekkerder zit. Want die andere die zit soms gewoon letterlijk hier. Dus dat is een beetje balen, want het zo'n zacht stofje is. Ik vind deze echt geweldig. Ik ben hier helemaal verliefd op. Dus dat was hem. Goodbye. Poesie. Je wil nooit met iets spelen, maar dan heb ik een nieuw accessoire voor mezelf gekocht. En dan wil je er wel mee spelen. Kijk, deze heeft clipjes hier. Die ga je er ook niet af. Dus dan hoef je niet met van die siliconen dingen. En deze heeft wel met die siliconen. Maar dat zie je wat meer dus. Deze kat is echt apart. Ze wil nooit met een speeltje spelen, maar dit vindt ze dan weer wel leuk. Ja, lekker springtouwen. Oef. Oh, ik vind het zo mooi. Nu wil ik er echt meer eigenlijk, maar dat is niet nodig. Je hoeft niet altijd meteen meer. Flying Tiger had echt mijn winkel kunnen zijn. Ik vind het zo leuk. Ergens had twijfel ik nog een klein beetje over dit. Ik denk van ja, is het niet een beetje geweest, zeg maar, als je 30 bent, maar als het je blij maakt. Maar ik vind het niet echt meer in onze stijl passen. Ik heb niet echt meer zo'n kinderlijke stijl. Ik heb meer een beetje een volwassen stijl, denk ik, wel gekregen. Nou, jullie zien is alleen maar troep altijd op de achtergrond, maar... Ik ben wel heel blij met onze kast nu trouwens. Met lekker met spelletjes. Hallo? Dit staat hier al een maand of zo, omdat we niet weten waar het naartoe moet en hoe ik het uit moet ruimen. Lekker liggen! Hi! Wol. Hi Wol. Hi Wol. Hi. Hi Wol. Hi Wol. Ik ben benieuwd. Geen idee of het haar is. Ik zal wel lekker aan doen. Heel veel chili erbij. Oké, okay, ik heb dus een heel random gerecht gemaakt en ik weet helemaal niet of het lekker is, maar het is sowieso gezond. Eel, het ziet er niet lekker uit. Maar ik heb gewoon allemaal gezonde dingen bij elkaar gegooid. We gaan het zo even proeven. Er zijn iets te veel kokos hier. Het is grappig, want iemand reageerde net op een vlog van Charlotte. Ben je nou mee bezig? Waarom doe je dit? Jij bent een bourgondier. Je geniet van het koken en eten. Nu kan dat niet meer. Het is wel, moet ik eerlijk zeggen, de liefde voor koken is wel minder, want ik... De dingen die ik graag maak zijn wel inderdaad carb-achtige gerechten. Maar ik heb nu dus gewoon allemaal gezonde dingen in de supermarkt bij elkaar geplukt. Roos heeft mij 1000 appjes te sturen. En dan gebruik ik gewoon mijn verstand. Ik heb het niet eens geproefd. Maar dit is dus pak soy, shiitake champignon, paddenstoel. Met mediterrane kip die al gekruid was, die heb ik aangebakken. Garnalen die al gekookt waren uit de vriezer heb ik aangebakken. 2 hele grote knoflookbollen. Sriracha saus, een pak kokosmelk, chili, peper, zout. En bloemkoolrijst. Ja, het zou best lekker moeten zijn. Voelde ik bij mensen zijn frustratie zaten waarin ze zich niet gehoord hebben. Ik mis echt super veel smaak. Ik heb gezien in de afgelopen tijd. Nou ja, woede over. Dat er iets met onze klachten is gedaan. Hunters. Vanavond. Het is inderdaad heel veel knoflook. Ik had een beetje extreem voor knoflook gebruikt en het is heel pittig. Maar als je hier een lekkere groene curry, zo'n premix groene currypakje of zelfgemaakt erin doet, is het super lekker. Ik mis echt niet de rijst. Ik vind die bloemkool goed. Oh.
Want smaak mist alleen een soort van, ik mis gewoon pit. Als in iets van kruiden wat niet knoflook en peper is. Ik weet niet wat er in groene curry gaat. Misschien zou een beetje komijn of zo er wel lekker bij zijn. Nou, het is een beetje waterig. Maar dat komt echt omdat ik maar wat heb gedaan. Dus dat ligt niet aan het feit dat er geen koolhydraten in zitten. Ik ga er wel zout bij doen. Nou, doei. Hola, ik heb nog niks gevlogd, want ik heb de hele ochtend alleen maar zitten editen. Mijn wenkbrauwen lijken gewoon bijna heel trouwens. Misschien worden ze dus nog wel donkerder. Zoals hier zie je nog wel een gaatje bijvoorbeeld. Maar de schilfers zijn echt gone. En wat ik ergens jammer vind, maar ook wel goed, maar misschien ook jammer. Ik ben natuurlijk zo vet lekker bezig met keto en zo. En ik heb eigenlijk er heel bewust ook voor gekozen om dit keer niet weer calorieën te gaan tellen en dingen. Omdat, kijk, ik zal even zeggen, ik kreeg heel veel comments onder mijn vlog, allemaal goed bedoeld. Maar dan denk je eindelijk, ik ben lekker bezig zoals ik het zelf wil. En dan is een beetje op advies van dat familielid die dus ook keto doet. En daar geloof ik wel in. Maar ja, dan krijg je dus weer allemaal comments en je leest ze toch. En als heel veel mensen hetzelfde zeggen, ga je toch nadenken. Dus ik ga niet stoppen met keto. Maar ik krijg wel heel veel comments van, ja Charlotte, los van dat keto is slecht. Let ook wel op je calorieën, want je neemt nu misschien weer veel te veel calorieën in. Alleen ik was zo blij dat ik dat eindelijk helemaal had losgelaten. En iemand zei, in Muiden werkte dat zo goed voor je, waarom doe je dat niet? Ik heb hier trouwens net mijn bol gemaakt. Maar op een gegeven moment werd ik dus gek. Want dan kwam ik thuis en dan ging ik mijn calorieën invoeren. Of kijk, je kan ze ook van tevoren invoeren, tuurlijk. Maar heel vaak dan heb ik toch iets gegeten, denk je, ik voer het even in. Shit. Ik heb letterlijk nog 50 calorieën als avondeten over. En dan word je gek. En ik had echt periodes dat ik daar maar gewoon niet ging eten en zo. En dat is gewoon mentaal, vind ik dat ook heel ongezond, naast lichamelijk. En dan creëer je bijna gewoon een soort van eetstoornis, weet je. Dus dat vind ik niet goed. En de hele dag alles al berekenen en er zo gefocust mee bezig zijn, vond ik ook niet mentaal gezond. Dus ik was eigenlijk wel blij dat ik dat dus los had gelaten. Maar nu dacht ik, oké, ik ga dat niet weer helemaal doen. Maar laat ik wel eventjes een paar keer gewoon een gemiddelde dag invoeren. Zodat ik een beetje weet of ik op het goede pad zit. En dan zie je inderdaad wel van, oké, die lunch die ik nu heb gemaakt is 627 calorieën. En ik heb er nu nog redelijk ingehouden. Ik heb volgens mij wel eens bowls gemaakt die echt meer calorieën bevatten met noten en dat soort dingen. Maar ik wil dus niet bang worden voor bijvoorbeeld noten, want het is heel goed voor je, maar je moet niet te veel. Anyhow, ik heb het nu dus eventjes ingevoerd. Dit was dan mijn ontbijt. Dit is dan nu dus mijn lunch. Volgens mij stelt hij scherp. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld wel, omdat ik aan het afwegen was, een beetje avocado weer teruggedaan in water. Omdat ik dacht, ja, 613... voor het avondeten moet lukken. Maar ik haat gewoon dat gevoel dat je dan altijd, oh, het is op, je mag niks meer. Terwijl je dan echt nog iets wilde eten. Maar goed, ik doe het nu dan eventjes om het een beetje te checken. Maar ik wil niet daar weer doorslaan. Maar ik doe nu bijvoorbeeld geen olijfolie lekker een beetje hier overheen. Want dan denk ik, ja, dat is weer heel veel kal. En het is natuurlijk wel gewoon een feit dat calorieën gewoon, dat is gewoon bewezen. Als je meer verbruikt dan je inneemt, dan val je af. Dus maar ik blijf wel even dat keto-achtige doen. Maar ik eet genoeg koolhydraten. In principe. Want in mijn ochtendshake zit koolhydraten. En af en toe in andere dingen zitten ook wel carbs. Dus verder ben ik heel moe. Dus waarschijnlijk van de EMDR. En ga ik dit nu lekker opeten. Wat ik wel goed vind is dat ik dus... ik was er een klein beetje klaar met dat keto. Merkte ik. En nu heb ik bijvoorbeeld 2 dagen niet zo'n bol gemaakt. Ik bedoel, gisteren heb ik zo'n reep in de sportschool genomen. En een bubble tea. En een Hema-rookworst. Dat ik helemaal niet verteld. Ik dacht, ja, dan doe ik dat een keertje als lunch. Valt in principe al nog wel mee. In de avond gezond gegeten. Dus zo erg is het niet. Maar ik wil niet te erg vastbinden. Zodat je uiteindelijk gedemotiveerd raakt. En nou ja, later had ik bijvoorbeeld een shake in de middag. Dus oh, ik ben heel moe. Ik moet wel van die EMDR komen. Dus ja, en nu had ik er wel dus weer zin in. Ik had bijvoorbeeld ook helemaal geen zin meer in ei. En nu weer wel. Dus dit is mijn bol met avocado, carpaccio, parmezaan. Hele grote eieren. Met mozzarella, spinazie, tomaat, selderij, paprika. Basilicum en bieslook, zout, peper, chili en geen sriracha saus. En dat moet ik dan ook weer invoeren. Dan denk ik, ja, laat maar. Nou, ik zit goed vol. Ik beweeg natuurlijk ook niet zoveel vandaag. Ik wil eigenlijk ook vandaag niet sport, toch wat meer bewegen. Ik heb dus even ik heb ingevoerd dat ik 1600 calorieën op een dag wil. En dat ik dus hoeveel eiwitten, vetten en koolhydraten ik wil. Maar ik red het echt niet om op die eiwitten te komen. Dus ik zit best wel vol, maar ik ga dan toch die Orange Fit, het zakje is nog van vakantie, toch die protein shake nemen van 100 calorieën. Dan heb je maar 20 gram eiwit. Hoe kom je in godesnaam echt aan 160 gram eiwit op een dag of zo? Dat is toch niet te doen? Ook die Lidl shakejes, maar die zijn alweer wat minder gezond.
20 gram eiwit. Die eiwitten zijn zo belangrijk. Ik train best wel zwaar. Dus dat ga ik ook nog nemen. Dus dan heb ik voor de avondeten nog iets van 540 cal over. Nou, ik wil dus niet zo denken. Maar ik wil het gewoon heel even een paar dagen proberen. En dan weer loslaten. Maar ja, dat is altijd een beetje de... Het gaat dan in je hoofd zitten vaak. Maar ik heb het gevoel dat het wel gaat lukken. 30 gram framboos erbij. Ik heb trouwens mijn 20 gram blauwe bessen vanochtend nog niet ingevoerd. Oh, iets in mij zegt echt van, dit is zo slecht om te doen. Maar ik vind gewoon die obsessie met calorieën, daar ben ik gewoon zo erg tegen. Maar oké, dat waren 10 calorieën voor blauwe bessen. En nu nog frambozen. 0,3. Ook 10. En dan mijn shaky. Vroeger deed ik dit gewoon elke dag, hè. Ik vind het zo obsessed. Dit is dan 99 calorieën, geloof ik. Ja. Je drinkt wel gelijk ook 350 ml water bij die shakes. Dat is wel weer chill. Daarom ben ik ook meer fan van shakes dan een reep eigenlijk. En ik probeer een beetje te kauwen. Maar ergens vind ik het ook weer gek. Want ik ga nu een shake nemen terwijl ik eigenlijk vol zit. Dan denk ik, ja. Yeah. Ik zou bijna vanavond er ook nog een moeten nemen. Want ik zit nog steeds nog lang niet aan mijn eiwitten. Dus hoe doen mensen dit? Hoe? Hallo jongens, ik heb eigenlijk vooral een beetje voice-over gedaan voor mijn vorige vlog. Omdat het geluid daar niet goed was. En ik merk heel erg dat ik moe ben van de EMDR. Ik heb zware koppijn. Maar ik heb ook niet paracetamol genomen. En de laatste week nam ik eigenlijk 2 kopjes koffie per dag. Dus dat merk je ook, want dat heb ik nu ook niet gedaan. Omdat ik en de calorieën tel en niet veel koffie wil drinken. En je ziet heel erg dat ik zilver shampoo heb gebruikt trouwens. En we gaan zo eten, maar ik dacht ik ga eventjes chill vast die cadeautjes inpakken. Want ja, we hebben zoveel verjaardagen. Dit papier had ik laatst gekocht. Misschien ook bij de Flying Tagger, ja. Hey, dat heb ik ook gefilmd. Ik denk, nou, dan ga ik hier pas aan tafel even lekker inpakken. Dat is wel chill om te doen. Kijk, dit vindt jouw moeder toch super leuk, denk ik. Want echt iets waar. Voor in de tuin. Toch? Ja. Ik weet nooit wat ik voor haar moet kopen. We hebben elkaar nog nooit zo'n leuke dag gegeven. Dat ze kopen maar. Vroeg me af waar dat boek is. Denk je daar ook nog maar. Oh ja. Meestal pak ik cadeautjes nooit in, omdat ik dan op het laatste moment altijd haast heb. Dus ik denk, ik ga het nu maar vast inpakken. Shanna had ook alles in een tas gegooid. Dus dan alsjeblieft, hier is je cadeau. Is niet leuk. Niet leuk. Super mooi papier. Niet schoon. Nee? Volgens mij 1 keer, maar ik weet niet meer of dat vannacht was begrepen. Maar wel een stukje lekker dat dat was, hè? Ja? Lekker was. Ik was soms wakker, maar het lag gewoon nog steeds lekker. Ik kan ook gewoon die handschoenen, je hoeft niet alle cadeautjes los in te pakken. Dat is ook gewoon bij elkaar in 1 pakje. Ja. Kijk hoe leuk voor Yara. Die bril met dit zo'n koordje voor de raam. Leuk hè? Die bril is voor mij leuk. Of... Precies deze. En dan hebben we allemaal veertjes. Ja oké. Okay. Ja, deze bril heb je best vaak. Maar aangezien ze op vakantie ook zo'n gekke bril aan had. Op had, dacht ik, dat is wel leuk. Voor kinderen is het toch wel leuk zoveel mogelijk los inpakken. Voor kinderen wel, hè. Dan doe ik dat bij Yara wel. Hey, eigenlijk moeten we ook een housewarming cadeautje hebben voor Olivia en Melissa. Ja. Heb je daarover nagedacht? Nee, nu wel. Oh, je zei het alsof je erover na had gedacht. Ik heb voor mijn ouders ook geen housewarming cadeau. Die zijn ook verhuisd. Maar die verhuizen te vaak. Met deze camera gaat mijn geheugenkaart iets van 2 of 3 keer langer mee. Omdat het waarschijnlijk veel minder geheugen inneemt. Zo'n slechtere kwaliteit. Denk ik. Nou, roze speelt ze niet meer. Dus dan... Mooi ben jij zeg met dit roze kleurtje. Mooi. 1/2 uur later. Hola, ik... Slaap dus nu met die oordopjes die ik van Guylaine had gekregen van Loop. Ik vind het nog steeds niet geweldig, maar ik kan er wel mee slapen. Dus ik doe het eigenlijk in op het moment dat ik weet dat ik wakker kan worden. Dus bijvoorbeeld als Hara naar zijn werk gaat. En vandaag werkte het wel, want hij was kleren aan het aandoen en ik hoorde het pas op een gegeven moment na een tijdje. Normaal word ik meteen wakker en toen hij wegging hoorde ik het niet. En hij gaat dan 8:15 of zo weg. En ik werd 8:30 dan uit mezelf wakker weer. Toen dacht ik, nou, ik ga denk ik gewoon opstaan. Ik vind het zo chill, want ik had altijd mijn telefoon beneden liggen. Omdat ik mijn telefoon niet in bed wil hebben. Zijn mijn wenkbrauwen al iets donkerder weer? Want dan ga ik erop zitten. En daarom ben ik zo bij mijn Apple Watch. Want ik heb niet een Apple Watch met een simkaart erin. Dus ik kan niet echt hem als telefoon gebruiken. Wat ik heel chill vind. Ik kijk nu trouwens weer omhoog. Want mijn scherm zit nu hier bij deze camera en niet hier.
Maar dan zag ik, nou, 8:55, dacht ik, ga gewoon opstaan. En dan kan je ook even je slaap checken. Ik moet wel zeggen, zelfs ik dacht, ik voel me goed. En dan zie je bij slaap, je hebt 4 uur geslapen, zou ik waarschijnlijk nog wel naar bed zijn gegaan. Maar meestal komt mijn gevoel eigenlijk wel overeen met, heb ik lekker geslapen en hoe lang heb ik geslapen? Dus de feiten en hoe het voelt voor mij, dus dat is wel fijn. Ik stond er 8:20 in slaap. Ik dacht, nou, ik ga lekker op tijd weer opstaan. Heerlijk, ik vind het een hele nette tijd eigenlijk, rond 8:30. Als je dan niet naar je werk hoeft. Dus ja, dat is super fijn. Ik ga net een mailtje van Sivas, de opleiding kindercoach. Dat iets na 30 maart alles wordt verstuurd. Ook materiaal. Dus ik ben wel benieuwd of ik ook boeken krijg en zo. Inlogcodes. En dat je het dus wel binnen 12 maanden moet halen. Ik dacht iets van 4 jaar. Niet dat ik dat wilde doen hoor. Maar dat stond er. Omdat je het via het UWV doet. Dus nou ja, ik wil het eigenlijk zo snel mogelijk halen, denk ik. Nu heb ik tijd. En vandaag ga ik in ieder geval weer sporten. En ik heb me gisteren dus aan de calorieën gehouden. Ik merk dat ik er wel... ik kan dus niet zo goed naar de wc sinds 2 dagen. Ik weet niet waarom. Maar mijn buik voelde echt best plat vanochtend. Dus ik heb er op zich wel goed gevoel bij. Want inderdaad, hoe zonde als je super goed bezig bent. Maar je eet te veel calorieën en daardoor werkt het niet. Zeg maar qua afvallen. Terwijl dat wel mijn doel is. Dus ja, ik ga dat gewoon nu het kan een beetje bijhouden. Want gisteren zat ik dus op... 130 calorieën te veel alsnog. En ik nam alsnog een half proteïnepuddingje in chocoladesmaak er ook al overheen was. En ik had iets van, ja, dan heb ik het nog maar 17:30 kal. En dat is best wel te doen, denk ik. Dit was dan... Kijk, dus dit was ontbijt. Kleine pauze, ik heb het nog steeds de namen van toen ik voor de klas stond. Lunch. Avondeten. En zie je, dan zie je ook wel even van, oei, deze kip is al echt niet de beste keus, weet je wel. Er zitten super veel calorieën in. En ik nam nog... Oh, ik had wat melk in mijn thee ook alsnog gedaan na het avondeten, al was ik er overheen. En ik had dus na het avondeten alsnog dit genomen, al was ik er overheen. En ik dacht, ja, dit moet je gewoon in je hoofd ook leren, dat dit gewoon niet boeit. Dus daar voelde ik me niet slecht over. En niet gesport, vandaag ga ik wel sporten, dus ik ben benieuwd hoe het dan gaat. Wat ik ook wel chill vind, is dat de waardes die ik heb ingevoerd, volgens mij is het best oké voor hoe ik het nu doe... Doel eiwit 160, koolhydraat 60, vetten 80. En eigenlijk wil ik koolhydraat 50, maar dat kon ik niet instellen, want ik kan alleen percentages instellen. Die heb ik dus wel gehaald, maar vet net eroverheen. Nou, dan zie je dus echt, oké, okay, die chicken, weet je, die was best wel met die spek en zo. Niet waar ik normaal ook meteen voor zou kiezen. Dus ja, goed dagje wel. Wat zou ik vandaag anders doen? Ja, ik zou dus voor een magere vleesvariant misschien gaan. Nou, weet ik eigenlijk niet. Dit ontkom ik niet aan in de ochtend. Dat is wel jammer. Dat is best wel veel eigenlijk. Maar ja, ik wil ook weer niet gaan ontbijten om deze 250 calorieën niet te hebben of zo, weet je wel. Dus ja. En in de lunch. Je kan er dan voor kiezen om bijvoorbeeld die parmezaan er niet op te doen. Want dat is weer bijna hetzelfde als een half zo'n puddingtoetje. Of ja, uiteindelijk ga je misschien toch niet voor mozzarella kiezen. Maar ik wil wel die vetten binnenkrijgen. Oh ja, en avocado bevat veel vetten, maar heel weinig eiwitten in verhouding. Dus dat is ook niet altijd de beste optie. Ik denk dat ik eerder rond de 1700 vind, denk ik anders net moeilijk of zo. Maar we gaan het zien. We'll see. En als ik heb gesport, dan... Gaat hij denk ik ook activiteitspunten erbij geven. En die ga ik ook wel gebruiken. Want ik vind als je hebt gesport heb je wel iets meer nodig. Zoals een proteïneshake of zo. Die moet je eigenlijk na het sporten. Dus die zal ik vandaag denk ik ook wel weer nemen. Die proteïneshake. Heb je wel nodig. Ik voel echt heel erg aan mijn lichaam dat ik sport. Ik voel echt. Ik heb eigenlijk overal pijn. Dus dat is wel goed. Dat ik bijna denk. Hoe? Ik hoef natuurlijk geen armen en rug te doen. Dat heb ik gedaan. Maar ik voel ook natuurlijk mijn benen. Omdat ik wel... Ik deed geen leg day, ik deed billen, maar ik heb natuurlijk wel die steps ook gedaan. Die ga ik vandaag weer doen, dus benen. En ik ga ook toch wel billen doen. Ik merk hoeveel spierpijn ik in mijn billen heb. Ik kan meestal dan na 2 dagen gewoon weer billen doen. Ik doe niet heel veel biloefeningen, dus ik doe nog steeds alleen die vaste apparaten. Maar dat lukt me wel, omdat ik het waarschijnlijk ook al wat langer doe. Dus nou ja, in ieder geval geen upper body vandaag. Nee. Oh, maar ik voel echt, mijn buik is echt hard. In goede zin. Kijk, er zit een heerlijk laagje vet op, dus je ziet er helemaal niks van. Maar onder dat laagje vet is het wel hard. Maar dat zie je niet. Oké. Okay. Misschien moet ik een andere trui gaan aantrekken. Hashtag maafvlodder. Elke dag in deze trui, maar deze trui zit lekker. Hij is oud. Volgens mij heb ik het ooit... Hoe heet dat? Zafool of zo? Dat is zo'n soort Shein webshop die je vroeger had. Toen heb ik volgens mij deze trui gekregen. Het is gewoon de zachtste... Echt de lelijkste, zachtste trui op aarde. Ik heb zin in tomaatjes. Het bord staat weer op mijn weegschaal. Ik zal wel gewoon straks weer mijn fitnesspel laten zien. Hoef ik het ook niet zo te vertellen. Dan kan je het in één keer zien. En some celery. Die heb ik gisteren al lekker gewassen en zo.
moet wel weer nieuwe boodschappen gaan halen voor de lunch. Dus ik ben er een beetje doorheen. Kijk, als je hier tijd voor hebt, is het allemaal hartstikke leuk om dit te doen. De kwartje heb ik gewoon luchtdicht in een zakje gedaan. Dus die is nog helemaal goed. Ja. Oh, het ruikt niet zo lekker. Oh, het is ook een beetje bruin. Het moet goed zijn. Het is gisteren ook. Maar soms word ik een beetje misselijk van rauw vlees. Heb ik hier dus ineens helemaal geen zin in. En als iets je tegen staat, moet je het niet doen. Dat is heel gek. Soms ben ik echt een aansteller hoor daarmee. Maar heel eet het allemaal op. Het is gewoon nog goed, maar soms staat het me gewoon een beetje tegen of zo. Zijn wij vanochtend een beetje saai aan het worden? Want we gaan het de hele tijd over hetzelfde. Maar ja. Oké, ik stop even met filmen. Ik ga even 100 gram van dit oppakken zonder olie. Ik heb niet bedacht vandaag wat betreft lunch. Ik heb nog nooit zo'n slechte lunch gemaakt. Mijn ei is veel te zacht. Er zit allemaal blubber. Dus ik heb heel veel witte blubber weggehaald. Ik vind dat heel vies. Maar kijk, eeuw, hier zit nog steeds blubber. Ik lust dat echt niet eigenlijk. Ik wil het ook niet weggooien. Dat vind ik echt voedselverspilling. Maar eeuw. Nee, ik vind het niet zo chill dit. Ik heb nu dus dit. Ik heb de bruikbare delen van het ei opgegeten en dat flubberige weggegooid. Want ik word er echt gewoon heel misselijk van. En geen nieuw ei gemaakt. Dus dit is het dan. En dan weer de gebruikelijke 0 calorieën garnering. En ik heb echt hongermerken. Ik ben helemaal shaggy. Ik heb het gevoel dat ik echt iets mis. Maar ja, qua calorieën zit ik op 590. Gaat echt hard. Als je tips hebt voor lekkere dingen die hierbij kunnen met weinig kal, let me know. Dit is trouwens ook super chill. Ik ben echt nooit van frisdrank en dingen. Maar ja, in zo'n kaltel gedoe past dit op zich wel goed. Als je zin hebt in iets zoets. Oké, almost ready om te gaan sporten. Ik blijf me erover verbazen hoe je gewoon zo lui kan zijn. En dat je denkt, ik ga vandaag niks doen, ik ben zo lui. En dan, is mijn trui blauw geworden? Oh my god. Even dat mijn schoonmoeder heeft mijn trui weer gewassen, dat hij blauw was geworden. Maar dan ga je dus klaarmaken. Is er helemaal niks aan de hand, weet het dan niet meer. Ik moet wel naar de kapper weer, want mijn haar is lang. Zoals jullie de voorste plukken zijn veel te lang. Weet u dat ik het nooit meer stel? Al heel lang niet. Echt heel lang. Nou ja, een paar maanden. Ik doe er niks meer aan. Soms doe ik mijn föhnborstel die ik al 130 jaar heb. Even de voorste plukje. Zoals nu omdat het zo pluizig is. Maar ik doe letterlijk alleen maar Olaplex shampoo, Olaplex conditioner, Olaplex crème. En that's it. Föhnen ook niet, behalve die borstel dus soms. Dus deze is altijd al zo kort. Ik ben trouwens zo blij met mijn watch. Ik zat net te denken, ik ben niet per se blij met dat het Apple is. Ik bedoel, en dat de Fitbit echt minstens net zo goed is. Maar waar ik wel blij mee ben, is dat ik gewoon een activity tracker heb. Ik heb zeg maar geen spijt dat ik Apple heb gekocht, maar ik bedoel meer, als iemand me zou vragen, moet ik per se een Apple Watch, zou ik zeggen, nou, denk ik niet. Maar ik wilde gewoon graag Apple, omdat ik stiekem een Apple fan ben. En ik gewoon weet hoe het werkt en het gewoon makkelijk vindt als alles een beetje hetzelfde is en niet alles anders is. Ik sport trouwens dus elke keer met Gymshark leggings. Ik wissel gewoon een beetje af. Nu heb ik die dunnere stof aan. Zoals jullie weten heb ik nooit mooie gym outfits. Maar ik vind dit best gewoon een prima outfitje. Maar ik ben niet zo'n fit girl met een leuk outfit. Maar dit vind ik gewoon mooi hoor. Ik ben nog steeds niks kwijt op de weegschaal trouwens. Maar dat komt wel goed. Al helemaal nu ik mijn calorieën trek. Ik heb hele erge wallen. Wow. En ik wou zeggen dat ik als dagcreme. Ik doe dus altijd die drops nu. Die ik al een paar keer heb laten zien. Die smeer ik over mijn gezicht. Goed handen wassen. Ik merk wel dat die in mijn pigmentvlekken ook een beetje trekken. Dus die worden ook extra geaccentueerd. Maar dan doe ik dus die Balea crème. Die ik op wintersport gebruik. Een klein beetje. Dat is zo'n BB, weet je wel. Die wit. Ik heb hem laten zien. Van wit een beetje naar bruin gaat. En dat is dan het enige wat ik opdoe. Mijn brows hoef ik lekker niet te doen. En dan op een make-uploze dagje doe ik dit. Oké, ik heb echt heel veel zin om naar buiten gaan om te sporten. Want ik voel me lazy en lui. Dus ik ga even mijn water pakken. Mijn rugzakje warmen. Sportpasje zo in zit en dan op de bike. Neem mijn camera dus eigenlijk nooit mee naar de gym. Als je beelden wil zien moet je even op Insta kijken bij workout. Vergeet ik bijna mijn oortjes. Met deze aankoop ben ik trouwens ook heel blij. Hier heb ik dus geen Apple gekozen. Maar dat vind ik mega chill. Vooral voor het sporten. Verder draag ik ze eigenlijk niet echt. Maar dan luister ik gewoon geuze gorgels. Dat vind ik heerlijk. En ik ga weer beginnen met steps, dan kracht, dan afsluiten met loopband. En voordat ik het vergeet, wil ik de hele tijd zeggen, ik vergeet altijd een beetje mijn serietips te geven. Nou, You, als je hem niet kent, oh my god, op Netflix is dus geweldig. Maar het laatste seizoen vond ik best wel tegenvallen. Je had twee delen en ik had bij deel 2 niet echt iets van, oh my god, wanneer komt het weer? Want ik vond het een beetje saai, langdradig en het verhaal was zo anders dan we gewend waren van You, vond ik.
En toen bij de laatste 3 afleveringen volgens mij werd het ineens echt fantastisch. Terwijl ik net die aflevering, ik denk dat ik het al een maand niet had gekeken met haar. Dat we iets hadden van, nou ja, het heeft niet echt prio. Toen dacht ik, ik ga toch nog een kans geven. En toen werd het wel heel goed. Maar ik vond wel die afleveringen ervoor een beetje overbodig. Maar die waren wel nodig voor het verhaal. Maar naar mijn mening duurde die veel te lang. Dus ja, en nu ga ik sporten. Alright, daar ben ik weer. Ik heb gedaan 8 minuten steps. Toen seated leg curl, 45 kilo, 4 herhalingen van 10. Leg extension, 4 herhalingen van 10 keer 45 kilo. Torso rotation, 4 keer 8, 50 kilo. Back spiral, 3 keer 10 herhalingen. Abdominal crunch, 4 keer 10 herhalingen van verschillende gewichten, max 35 kilo. En toen een kwartiertje gelopen met helling 3, snelheid 4 tot 6. Per retail. En naar de Jumbo geweest. Ik hou niet zo van de Jumbo, dus ik was er ook nog niet geweest. Maar wel dichtbij. Dus ik heb een paar. Ik ga eerst even opruimen voordat ik het allemaal ga filmen. Ziet er zo lekker uit. Ik vond leuk trouwens deze glas van de Action. Vet goedkoop. Eigenlijk zat er een roze en een bruine in, maar mensen gingen gewoon wisselen. Dus ik heb er ook gewoon 2 roze genomen. Ik vond het wel heel cute voor 1,80. En nog een catnip lolly voor Cruzy. Deze zakjes en kunststof rietjes in roze en doorzichtig met glitter. Van de Action. Dan heb ik 3 sausjes gekocht zonder suiker, zonder vet. Het is curry ketchup, balsamico en smoky barbecue. Dit is voor het eten. Niet voor mij, voor vanavond erbij. Spinazie, augurk zuur, niet zoetzuur, daar zit veel suiker in. Kip, crystal clear, komkommer, courgette, melk. Dit was goedkoop. En dit nog voor bij lunch. Of als snack. Oh ja, en dit voor de runderroerbak. Oh, dit eten wordt volgens mij super lekker en gezond. Ik bak het dus niet in olie, want ja, ik weet dat olijfolie gezond is, maar aangezien ik nu op de calorieën let, dan denk ik, ja, zonde van mijn calorieën. Dus de pan bakt wel een beetje aan, maar het is niet echt nodig. Ik heb hier super lekker van die gewoon echt rauwe garnalen in schil, die echt helemaal openbarsten, heerlijk. En die heb ik dan met een knoflookje en dit sausje gedaan. Nou, wat ik nu heb geproefd, smaakt hier gewoon lekker. Hier heb ik dan van Runs die dingen, ook zonder olie. Het moet gewoon lekker gaar worden. Spinazie is niet à la crème. Het is wel grappig hoe je dan weer die keuzes maakt. Van de Lidl, van die sperswonen in spek. Dit moest gewoon nog op, dat is dan voor hun. Zo'n pizza dingetje en patat voor hun. En dan heb ik zelf echt super veel lekkere dingen ook. Lekker maaltje. Maaflor is aan het editen. Nu vrijdag, maar ik heb donderdag geëdit en ik heb zoveel beelden. Dat ik denk, ik doe deze week gewoon maandag, dinsdag, woensdag. Want dat is letterlijk al bijna 50 minuten. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus ik ga gewoon 2 vlogs maken van deze week. Dus goodbye. En ik zie je bij de volgende vlog. Ik denk dat ik die over 2 dagen online zet of zo. Oké. Okay. Oh, vergeet geen duimpje te doen. En reacties. Want dat helpt me om te groeien met mijn kanaal. Want ik groei niet met mijn kanaal. Dus dat zou lief zijn. Bedankt.